Goedemorgen! Nou, welkom op deze fantastische plek, jongens. Dit is... Het mag best een beetje jaloers zijn, hoor. Is dat zo'n stomme zin van... Nee, jaloezie mag niet. Kijk, afgunst... Dat is gewoon best wel heel negatief. Maar jaloezie... Ja, dat zit toch niks... volgens mij recht daar geen zwarte ziel van, hoor. Nou, ik zal je eerst maar eens even het hoge woord eruit gooien. Bassie, je hebt de neus op hoes aan staan. Oftewel in het Nederlands. Ja, ik wil wel weer naar huis. Ik had gisteren al een beetje zo van, ja, ga ik naar Valencia en nog door. En ja, misschien wel. Weet je, als het dan weer interessant wordt, dan denk ik, oh ja, het is wel heel mooi hier. Maar eigenlijk is het, kijk, volgens mij heb je er niet zo heel veel aan als je hele leven in grote haai is. En op een gegeven moment voel je die haai niet meer. Kijk, en ik, als ik nu op deze fantastische mooie plek ben, denk ik, ja, dan moet ik een grotere haai voelen. Dan wat ik nu voel. Want dat ik nu, als ik nu dus zo kan doen en ik zo naast mijn rust liggen, dan denk ik gewoon zo. En het is niet dat ik het niet meer leuk vind. Zeker wel. Maar ik merk dat ik weer, ja, ik raak snel verveeld, denk ik. Ik ben weer toe aan iets anders. Ik heb thuis ook heel veel leuke dingen te doen. Ik hou namelijk ontzettend van knooien aan campertjes. Dus, en we hebben nog een grote staan die nog helemaal geïsoleerd moet worden. En dan kan ik weer bezig met de voorpret voor de vakantie met z'n tweetjes. Dus dat. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel plan. Want ik heb hier geen internet. En op zich is dat ook wel eens lekker. Want gisteren deze baai hebben gevonden en dan daar naartoe fietsen. Nou, dat is natuurlijk mooi als het lukt. Maar ja, het was ook bijna niet gelukt. En aan het einde van de dag denk ik wel van, nou, die zon die gaat hard onder. Moet ik hard door fietsen. Ik had het zo warm. Ik denk van, ik spring in het water. Nou, dat is er wel af nu. Want het is niet heel, ik heb het niet heel warm. Wat is het zijn? Graden 4-5 denk ik. Ik heb nu één plan en dat is macaroni met kaassoos. Nou, die zit daar en dan ga ik ze eventjes proberen lekker klaar te maken en dan gaan we eten. En dan pak ik alle spulletjes weer op en dan klim ik hier weer omhoog en dan hopelijk staat de fiets daar nog. Nou, dat zal wel. En dat was eigenlijk dat was het voor nu. En dan gaan we lekker op de fiets stappen en hopen op nog wat mooie dingen. Ik zie daar achter in de kant die we opgaan wel weer een beetje bulten. En bulten zijn altijd wel goed, zeg maar, vind ik, voor uitzicht. We slingen de weg een beetje. Ik denk wel dat het wel goed komt vandaag. Nou ja, het hoge woord is eruit. Nou, oh ja, dan heb ik nog even een tip voor jullie. Kijk, want als je er nou denkt van, ik vond het echt best wel leuk. Nee, ik ga niet elke keer op Facebook om te kijken of de keer wel wat doet. Nou, ik ga dit kanaal alleen maar gebruiken voor dit soort dingen. Dus als je nou abonneert op het YouTube kanaal. Kijk, dan kun je, als ik straks denk van, oh, maar nu ga ik naar Moldavië of Madagaskar of Portugal fietsen. Nou, dan upload ik daar. Dan krijg je automatisch berichtje, dat is toch handig. Ik heb nog even nagedacht over wat jullie met al deze VT kunnen doen die nu ontstaat. Want dat gaat van 20 minuten elke dag. Ja, dan kun je net geen goede tijden meer vullen, hè. Dat is een half uur, volgens mij. Nou, dan moet je dan zelf nog eens over nadenken. Je hebt ook nog een paar dagen, want het is nu afgelopen. En ik ga naar de kaassoos. Groetjes. Nou, goed nieuws. Fietsje staat er nog. Ja, en begreep me niet verkeerd hoor. Het is niet dat ik zou dit nog maanden kunnen doen. Maar het kost allemaal geld. Het kost allemaal vrije tijd. En het brengt niet meer... Ik denk dat ik die vrije tijd en geld beter kan besteden. Weer op een ander moment. Dus dat is een beetje. Ik denk dat ik het niet meer leuk vind. Ik vind het super leuk. Maar dit is. Het tankje is weer helemaal vol. Ik zou zeggen. De rest loopt over. Ik heb niks aan. Ik zou zeggen, even een mental picture. Maar ik ben. Die worden mij altijd heel snel vaag. Dus ik doe nog even eentje zo. Top plek. Echt super dankbaar voor dat ik dit heb gevonden. Prachtig. Moet je wel zieke, ze gaan een minnares starten denk ik op YouTube. Even een beetje van dit. Nou, het is 10:30.
Ik zit er op de fiets. Vrouw was helemaal ongerust, want ik heb geen bereik daar. En gisteravond wel. Nou, weer gerustgesteld. Leeg gemaakt met het feit dat ik niet verder ga naar Valencia. Nou, en het is een heerlijk temperatuurtje. 14 graden. Het wordt alleen maar warmer. Dus vandaag wordt het weer korte broek weer, denk ik. Nou, ik heb wel een klein vervolgplantje, want ik ga eerst eens eventjes een bakje koffie doen en het heksen in. Chino, misschien wel ietsje zo saai. Oh, of zo alles dicht zitten. Ziet dat. Nou, vooral nog even bij de Aldi geweest, maar die heeft lekkere dingen hoor, hier. Ja, ik stap niet over, maar goede tweede plek. Zo, dat zijn mooie bootjes. Zo zijn belastingontwijking of drugsgeld. Ik weet niet. Als ik dan moet gokken, dan denk ik die witte, dat is witte bordencriminaliteit en belastingontwijking. En die zwarte, dat is denk ik drugsgeld. En die kleine witjes, die doen vaak de verdediging in de rechtszaak voor dit. En ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ze treffen geen in zo'n mooie slaapplek als mij. Oelala. Die achtbaan dan. Hier ben ik vroeger ook geweest. Dat is een jaartje 14, 15 denk ik. Salou. Het is uurtje 12. Ik ben in Salou. Ik ben vroeger een keer op vakantie geweest. Daar heb ik echt niets meer zo heel veel van. Ik weet wel in ieder geval dat we in dit attractiepark zijn geweest. Dat was echt super vet. Met heel veel achtbanen. Kort avontura. Ja, ik zit dus dan een beetje op de fiets heel na te denken. Hè. Ik ben ook best wel bezig met van gelukkig zijn. Van wat is dat dan en hoe gaat het dan en waarom lukt mij dat? Ik ben niet altijd vrolijk hoor, maar ik ben wel heel vaak gelukkig. Zeg maar ook in moeilijke periodes. Dan, zoals met mijn moeder, vond ik echt dat we een heel mooi jaar hebben gehad. Ik heb het samengevat in een tegelwijsheidje. Maar je hebt dus geen geluk nodig. Voor om gelukkig te zijn. Geluk volgens mij is dat een heel kort momentje waarbij de werkelijkheid je verwachtingen overtreft. Dus, komt ie. Wie geluk nodig heeft om gelukkig te zijn, heeft mooi pech. Ik heb nog een hele coole in het Engels. Ik zei een keer eerder van ja, je moet niet te hoge verwachtingen hebben, hè? Dat valt altijd mee. Maar je moet natuurlijk ook niet te lage verwachtingen hebben. Want als je denkt het wordt niks, ja, dan wordt het natuurlijk ook niks. Dus je moet een beetje realistische verwachtingen hebben. En dan, dan komt ie. Hope for the best. Prepare for the worst. Focus on the positive. Ja, nou stop ik ermee. Ik ga gewoon even filmen van de omgeving. Kom goed, maar ik moet het gewoon even delen. Gezien. De eerste was er dichtbij, die andere is nog iets verder. Dus ik denk dat ik voor die ga. Ja, is natuurlijk wel afwachten of het lukt. Lukt het niet, is het ook goed. Hope for the best. Prepare for the worst. Focus on the positive. Oh ja jongens, ik denk, oef, ik word zo'n geluksgevoel. Geen geintje. Maar, ik ga wel, wat ik eerst ga doen, nog maar even langs de Lidl. Ik denk, ze zult me wel missen. Maar, daar ga ik nog water erbij halen.
En dan misschien wordt het vandaag wel een beetje een kort dagje. Dat is helemaal niet erg. Het is de slotlopenregeling, het is een adventure, maar het is ook wel vakantie natuurlijk. Dus een keertje 60 kilometer is ook geen probleem. Nou, dus dat. Ook nog even met jullie delen. Op naar de Lidl. Ja, beignet gevuld met chocola, jongens. Lekker hoor. Vandaag maken we er een kort dagje van. Het is nog lekker weer. Ik zie de voorspelling morgen bewolking. Ik ga morgen van het strand af. Maar meer landinwaarts. Dus ik dacht, ik zoek nog gewoon zo'n mooie kala op. Volgens mij is daar het Spaans voorbij. En er zit hier niet eens zo eentje verder vandaan. Dan ga ik gewoon lekker chillen. Even een rustdag. Dan heb ik geen 50 kilometer gedaan dan. Oh, ook wel een keertje lekker. Dus, ja, dus het wordt niet zo'n lange vlog vandaag, maar niet uit. Ik heb genoeg wijsheden gedeeld vandaag. Geintje, ik zal wel een beetje filmen. Nou, helemaal te gek. Is waarschijnlijk net bediening. Of is dat niet iemand met een dienblad? Nou, dat ziet er hoopvol uit. Nou, helemaal naar beneden. Dus hoop ik maar dat ik niet weer omhoog ga vandaag. Want ik ben er wel weer klaar mee. Ach, als het moet, dan moet het wel. Ik laat het stukje nog even weer met twee handen aan het stuur. Ik doe dus altijd alles wat ik film, dan heb ik dus één hand aan het stuur. Vandaar dat het niet zo hard gaat. Nou, tot op de straf. Nou, ik vind het zo mooi. Ik ga wel gewoon langzaam met één hand sturen. Ik wil dit toch even delen met jullie. Nou, we zijn er. Hier... Hier kunnen we de nacht op doorbrengen. Duur nog eventjes. Ik heb een goede hoop op een mooie zonsondergang. Kijk zo, focus daar. En dan, ja, nou ga ik even wat ik ga doen. Ik ga nog even naar het einde van het strand heen proberen te komen. Alleen het is hier bijna niet te fietsen. Dus, mental picture, maar dan digital. Voor later, als ik nog ouder ben. Oh ja, en wat ik ook nog wil zeggen, Paul, hou ik je aan. Ik kreeg nog dit berichtje, mooi man. En nu berg ik de camera op, het is mooi geweest. Lieve mensen, bedankt voor alles. En echt zo dankbaar voor alle lieve gebaren van iedereen. Alles maar een duimpje, ik vind het echt super.
Dankjewel. Tot morgen. Zal ik maar even de zonsondergang delen, waar? Prachtig. Ja, straks wel even weer wennen in Nederland. Maar dat kan ik. Ik ben flexibel. Fijne avond.